We gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen. We blikken vooruit op de belangrijke thema's in uw stad of dorp. En vandaag zijn we in het oosten van de provincie, in Veenendaal om precies te zijn. En daar is ook verslaggever Annemarie Verhagen. Ja, Annemarie, wat speelt er bij jou daar in Veenendaal? Ja, hier wordt vooral gesproken over theater Lampengiet. Dat theater is oud en de gemeente wil nieuwe bouwen. Maar dat gaat wel veel geld kosten. 29 miljoen euro. Sommige raadsleden hebben het zelfs over 37 miljoen euro. Nou, hoe die verschillende raadsleden erover denken, dat horen we straks van mijn collega Mark van Rossum. Die gaat met ze in debat. Maar laten we eerst even kijken hoe dat theater er nu aan toe is. Zo op het eerste gezicht ziet het theater er niet eens zo slecht uit. Als je iets verder achter de schermen komt, en dit is dan nog het gedeelte waar het publiek komt, dan is het toch een beetje een cultureel centrum uit de jaren 70 of 80. Verouderd, maar niet onoverkomelijk, zou je zeggen. Maar het gebouw is op geen manier volledig duurzaam te krijgen, zoals de gemeente wel graag zou zien. Het is in de wintermaanden is het hier niet warm genoeg te krijgen, maar in de zomermaanden is het veel te warm en kunnen we daar eigenlijk vrijwel niks aan doen. Daarnaast kampen ze met flink wat lekkages en komen er iedere week onderhoudsploegen om dingen op te lappen. Hier in dit stukje van het pand kun je de emmers nog zien staan van waar de waterlekkage naar binnen komt. Ja, en dan regent het letterlijk net zo hard binnen als buiten. En het blijft niet alleen bij regenwater. Nou, je kunt duidelijk aan de vloer zien dat hier water gestaan heeft. Je kan bijvoorbeeld hier onder de verwarming, laat die al los, komt die al omhoog. Ja, wat moet er gebeuren met Theater Lampengiet? Dat is een van de belangrijke punten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal. Een andere plaats is Zeist. Annemarie, waar gaat het daarover? Ja, in Zeist is de markt al jarenlang een doorn in het oog. Want het is een groot plein, maar het is heel kaal en kil en de meeste winkelpanden staan leeg. Nou, dat er iets aan moet gebeuren, daar zijn alle politieke partijen het wel over eens. Maar ja, wat gaat het worden? Hoeveel gaat het kosten? Nu is de politiek daar bezig om te kijken wat de inwoners ervan vinden. En dat hebben wij ze ook gevraagd. Ik vind het hier wel een beetje saai. Nou, wat vind je er zelf van? Zo gezellig is het niet. Eigenlijk zou je rigoureus moeten ingrijpen, maar dat kost heel veel geld. Kijk, nu staat die markt er, dus dat staat allemaal gezellig. Maar als dat weg is, dan is het gewoon een kale boel. De architectuur, dus de bouw van de appartementen, relatief weinig groen. Frisse, schone lei en zorgen dat je veel meer ruimte voor groen laat. Het is heel jammer dat er zoveel al jaren leegstaande winkels hier zijn. Ik denk dat je sfeer ook wel gewoon creëert door aankleding dat hier is. Sfeer kun je ook voor een deel neerzetten, denk ik. Ja, sfeer, dat is nodig in Zeist. Er zijn natuurlijk nog veel meer plaatsen in het oosten van onze provincie. Kun je nog eens wat benoemen, Annemarie? Nou, laten we het dan over het Henschotenmeer hebben bij Woudenberg. Populaire recreatieplas in de zomer, ook bij toeristen bijvoorbeeld. Nou, tot 2017 was het in beheer van provincie en gemeentes. Maar nu gaat een ondernemer erover en die heeft grote plannen. Een activiteitencentrum, een kinderboerderij, horeca. Nou goed, omwonenden die zien het allemaal wat minder zitten. Meerdere petities gestart zijn heel vaak ondertekend. En nu is het misschien aan de politiek om daarin wat te veranderen. Laten we even kijken hoe de verschillende raadsleden erover denken. De meeste Woudenbergers willen echt geen toeristenhuisjes aan het meer. De meeste willen wel bijvoorbeeld horeca, een loungebar, een restaurant, evenementen, een kinderboerderij, dat soort zaken. Er zijn ook plannen om er een huisje bij te bouwen, tot aan het water heb ik begrepen. Nou, daar hebben we van gezegd als CDA dat we daar zeker geen voorstander van zijn. Gezien de petities en toch de oproep van ook de Woudenbergers om het wat te nuanceren, hebben we aangegeven, nou ja, dagrecreatie betekent dus geen verblijfsrecreatie. Het is te veel, te groot. Het moet meer weer in evenwicht zijn met de natuur. En als je investeert, dan moet je dat geld ook terugverdienen. En of daar helemaal de balans juist is, dat is de vraag. Ik denk dat wij als politici de verantwoordelijkheid hebben om dingen uit te leggen. En dat doen we te weinig. Ja, en dit waren natuurlijk lang niet alle raadsleden en lang niet alles wat over dit onderwerp te vertellen is. Wilt u nu precies weten hoe het zit? Kijk dan vooral op onze website of op de app.